Hoi en leuk dat jullie kijken naar alweer de derde update video van het Prinses Juliana School TV. Als het goed is hebben jullie vandaag je nieuwe huiswerkpakketje opgehaald. En hebben jullie gisteren of vandaag informatie gehad van jullie juf of meester over het werken met Microsoft Teams. Dat is een app waarin je met je hele klas bij elkaar kan zitten en waarin je ook vragen kunt stellen aan je juf of meester of zelfs kan videobellen. Dan hebben we ook dit keer weer een leuke challenge van juf Mirjam voor jullie. Dan even zo doen en dan omhoog. Dat is de tip. Ja, dat is de tip. Oké, nou, ga ik doen. Ga staan. Oeh, het werkte bijna, maat. Ja, maar hoogspook is de laatste van. Oeh. Hier nog wat video's van de vorige challenge van juf Mirjam. 2, 3. Zo. Weet jij het antwoord al op het raadsel van meester Adriaan? Blijf vooral je antwoorden naar hem toesturen en wie weet win jij de chocoladereep wel. Dan hebben we ook nog een berichtje van juf Patricia voor jullie. Hoi allemaal, hier een berichtje van juffrouw Patricia. We zitten alweer ruim een week thuis. En ik moet zeggen dat ik jullie echt enorm mis. Nu heb ik wat bedacht. Net zoals bij het Jeugdjournaal, waar je elke dag een vraag krijgt, heb ik ook een vraag bedacht voor jullie. En de vraag luidt als volgt. Op school werken is veel leuker dan thuis werken. Nu wil ik graag jullie reacties daarop weten. Daarom mogen jullie het naar mij mailen. Hier is het mailadres. p.rodenberg@kindenonderwijsrotterdam.nl Zeg pol ja als je het met de stelling eens bent. Of zeg pol nee als je het niet met de stelling eens bent. Dus de stelling luidt, op school werken is veel leuker dan thuiswerken. Ik ben ontzettend benieuwd naar jullie reacties. Doeg! Aanstaande dinsdag zijn we er alweer. Heb jij in de tussentijd nog leuke video's of foto's dat je aan het werk bent, dan kan je ze altijd opsturen. Veel succes weer deze week en tot dinsdag. Toedeloe!